Ik vraag aan diëtiste Margje Vlasveld hoe je nu op een, ja, een laagdrempelige manier eigenlijk gezonder kunt eten en drinken. Nou, je kan enorm veel gezondheidswinst halen door meer water te drinken en dan inderdaad de frisdranken, vruchtensappen en zo te minderen of te gewoon helemaal te laten staan. En water drinken klinkt heel simpel, maar toch is het voor sommige mensen toch moeilijk. En ja, maak het makkelijk. Maak het jezelf makkelijk. Dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen door een leuk flesje aan te schaffen. Alleen, ik wil één ding wel waarschuwen. Als je dat steeds opnieuw gewoon vult met leidingwater, dan kunnen daar bacteriën in gaan groeien. En dan kan je best behoorlijk buikpijn van krijgen. Dus eigenlijk is het wel een gewoonte om 's avonds gewoon met de alwas mee te doen, dat flesje. Sommige mensen die hebben iets tegen water, dus dan kan je er een smaakje aan geven. Maar als je er bijvoorbeeld 4 aardbeien in doet, of 3 in zo'n liter, dan smaakt het de volgende dag naar aardbeien. En het is vooral namelijk de geur die de smaak geeft, zeg maar. Je ruikt het en dan proef je het ook. Dus je hebt bijna geen calorieën, zeg maar. Geen weinig suikers, maar wel die heerlijke aardbeiensmaak. Of sinaasappel, gewoon een schijf sinaasappel, een halve sinaasappel in een liter water. En je hebt een heerlijke sinaasappelsmaak. Je hoeft ook geen 3 liter water per dag te drinken. 2 liter is ook best veel. Maar als je sport en het is warm, dan is 2 liter wel goed. Of als je heel veel wil afvallen, dan is meer water drinken ook goed. Om afvalstoffen weg te werken. Dus, maar 1,5 liter is oké. Dus dat zijn 6 flinke glazen.